Hallo kijkers van JVN on Gamer, dit is Joris en we gaan lekker verder met de Minecraft Survival. En je ziet het alweer een nieuwe skin. Dit is een andere skin, een leuke zwarte. Dit is van mijn lievelings anime, oftewel een Japanse tekenfilmserie. Niet zoals Avatar of zo, maar echt gewoon van die hardcore. Dit is van Sword Art Online en dit is Kirito, de hoofdrolspeler. Ja, ik zal meteen even beginnen met Minecraft Survival. Dit is al lang niet meer gedaan. En ik wil even uitleggen, ik lag een klein beetje, waarom ik, een week niet geüpload heb. Dat komt omdat ik op vakantie was. Ik was in Limburg en dat was echt vet cool eigenlijk, dat ik in Limburg was. Ik doe dit even weg. En ik neem die mee en dan doe ik die en die pijl die neem ik hierheen. Ja, ik ben dus in Limburg geweest en dat vond ik echt heel erg leuk. En ja, ik was in Limburg. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik was op vakantie. Ja, en ik denk dat ik eventjes bezig ga met een muur bouwen om mijn huis, zodat ik, nou ja, zodat er niet van die rotmobs komen. Ja, ik wou het even hebben over bepaalde dingen. En die bepaalde dingen die ben ik even kwijt. Ik heb ze eigenlijk nooit bedacht. Dus dat is nog een minpunt. Ik zeg altijd plus en minpunt. Dat boeit me niet. Ja, ik ga het hebben over een beetje series. Ik heb wat een paar dingen bedacht. Ook, ik ga waarschijnlijk stoppen met de serie van DC Universe Online. Nou ja, waarschijnlijk. Daar ga ik ook mee stoppen. Want ik vind er eigenlijk echt geen reet meer aan. Ik ga nog verder met Assassin's Creed natuurlijk. Want die wordt heel goed ontvangen. The Kingdom. Of nou ja, sorry. Ik denk steeds Kingdom. Maar ik mag niet meer van de admin. Nou ja, van de operator Kingdom zeggen. Omdat het niet de Kingdom is. Dus Zed Island. Sorry. Sorry Tim als je nu zit te kijken. Spijt mij. Nou ja, ik ga nog een serie starten waarschijnlijk. En die serie heet, ik ga geen serie meer starten, omdat ik al genoeg heb aan series. Ik maak die duikplank even, zodat ik daar nog op kan. En ik ga denk ik zo ook even wat dirt halen. Omdat het wel zo handig is, en omdat het kan. Ja. Yeah. Zo. Ga ik hier een leuke muur omheen bouwen. Dan haal ik dit weg. Want dit is lelijk. Ik zit nu met Faithful. Dat is, nou ja, dat wordt nu waarschijnlijk mijn survival serie texture pack. En ik lag hem alsnog een klein beetje. Maar er staat dat ik 60 fps heb. Wauw, dat vind ik heel random. Randomness attack. Nou ja. Die nieuwe series en zo. Assassin's Creed, dat komt natuurlijk ook nog. Maar heb geduld. Heb geduld. Dat komt wel. Ja, ik heb ook nu een race minimap. En ik heb Optifine. Omdat ik dat heel vet vind. Het is nu ongeveer, dik in de avond. Wel. En ik ga even die muur bouwen. Gewoon, omdat het leuk is. Als jullie nog wat leuks te zeggen hebben. Ik heb eigenlijk niks leuks te zeggen. Nee, eigenlijk niet, nee. Alleen dat ik gewoon weer verder ga met de meeste series. En dat wordt nacht. Scheidzooi. Zo en zo. Wauw, dit geeft wel heel veel shit wel. Ja, misschien klinkt het nogal dat ik, nou ja, niet echt enthousiast praat. Omdat ik echt geen ene reet om te heb om te vertellen. Saaiheid. Weet je, het is gewoon saaiheid. Wat ga ik nog meer doen? Ik ga doen. Heb ik nog misschien leuke nieuwtjes? Ja, ik vakantie is bijna voorbij. Zucht. Het was een leuke vakantie.
Ik woon in Friesland, dus ik heb een week later vakantie dan de Midden- en Zuid-Nederlanders. Vooral de mensen van de Randstad heb ik minder, nou ja, een week later vakantie. Dat vind ik wel jammer. Nou ja, ook weer niet trouwens. Zo, ik denk dat dit wel goed genoeg is voor nu. Dus ga ik even een... Ja, wat ga ik doen? Weet ik eigenlijk niet. Oh. Ik ga even deze muur afbouwen. En dan zo verder. Doe dat even zo. Dit komt niet uit. Of wel? Nope. Nou ja. Dat moet niet. Nieuwtjes. Oh ja. Dit is eigenlijk een heel droog nieuwtje. Dat was in België of in Tilburg. In één van twee. Ik geloof in België. Waren er twee studenten. Die wilden beide een wasje draaien. Gewoon even een wasje draaien. En dat werd een knokpartij. Omdat ze beide een wasje wouden draaien. En nee, ik ga de episode niet eindigen. Ik wil alleen even kijken of er nog wat is. Daar is een bloem. Daar is meer biome. Met sugarcane. Een cave. Oeh, cave. Ik moet er ook even naar mijn huisje. Zet ik even een waypoint. Mijn huisje. Zet ik even een blauwe waypoint. Omdat het vet stoer is. Dan moet ik even een blauw. Beetje lichter blauw. Dit is paars. Lichter blauw. Tja, mijn huisje. Ja, ik heb de muur nu gebouwd. Dus dan ga ik even wat spul doen. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat ik ga doen. Ik ga gewoon iets doen. Gewoon, omdat het vet is. Heb ik armor? Ik heb helemaal geen armor. Wat voor sukkel ben ik? Ik heb niet eens armor. Wauw. Ik ben best wel dom geweest de laatste tijd. Dat ik deze serie gestart ben en dat ik niet eens gewoon armor heb. Wolf is handig. Doe ik maar niet. Kip. Big, sorry, dat is geen kip. Dat is een big. Ik heb eten bij me, maar één. Dus ik kan... Oh, crap. Zo, zwaard erbij. Iron, daar wat schapen. Heb ik niks aan? Hier ergens was op die cave. Of vergis ik me nou? Ja, iron cave, iron cave, iron, 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 iron. Meteen al nice. Dat kan ik voor armor gebruiken. Ik heb al wel genoeg tools. Dus dan kan ik nu een helm maken. Op zich. Zet ik even die hier. Zodat ik meteen van zwaard naar zwaard kan switchen. Stom ding. Ja. Hier. Hebben we nog wat. Iron. Zo. Hoppa. En ik vind het eigenlijk best wel eng, want ik hoorde net een eng Herobrine geluidje, als het ware. En dat was best wel eng. Maar dat boeit me niet. Hier is weer de uitgang. Misschien is hier nog iets. Pff, ik zweet weer helemaal. Random. Yeah. Hier is niks. Oké, misschien zien jullie geen ene piep, maar we zijn zo weer naar bij de uitweg. Even zien, ik kan nu legs en boots maken. Wat moet ik maken volgens jullie? Of gewoon een helm en legs? Helm en boots. Ja, koeien. Koeien. Nice. Dus dan kan ik een mix doen van dat armor en koeien. En dit is in zijn hoop. Koe gaat dood. Leather. Kijk, dit is nou weer geluk hebben om zoveel leather telkens uit een koe te krijgen. Want we hebben nu al 4 leather. Koe dood. Nog meer koeien. Ik heb nu 4 leather, dus daar kan ik wat van maken op zich. Hier, koe, blijf hier. Koe, blijf hier. Ik heb nu 7. En dit wordt er een 8 of 9. Nog steeds 7.
Dat is best wel weird. We zijn nu 200 meter van ons huisje vandaan. Waarom heb ik eigenlijk mijn huisje opgeschreven terwijl het ons huis is? Double fail! Wauw, dubbel veel in deze aflevering al. Even zien, nog wat te zien hier. Nope. Wow, daar is een hele slag geslagen eigenlijk. Is hier nog wat? Nope. Ik vind het wel grappig dat het dan meteen zwart is. Hier ben ik net al geweest, of heb ik het nou? Ja, hier ben ik al geweest. Wel. Triple fail! Wauw, triple fail deze aflevering. Lowella. Skaap. Daar is nog heel veel te zien, geloof ik. Ik ga denk ik even zien 11. Dus dan kan ik helm, boots en legs maken van leather. Dat ga ik ook waarschijnlijk doen. Of ik kan een helm maken van leather en dan de rest. Nog wat boots en shizzle. Ja, ik denk dat ik een helm ga maken. Van leather. En dan iron boots en... legs. Yep. Ja, dat ga ik doen. Dan moet ik wel weer even mijn huis terugvinden, hè? Ik heb mijn huis teruggevonden. Yeah. Zo. Hier nog iets te zien. Nope. Wow, mijn hunger bar gaat niet eens leeg. Veel. Nou ja. Hier is niks. Niks bijzonder. Nou ja, geen bijzondere oors of zo. Nee. Niet bijzonder. Dus gaan we lekker springen. Dus dan heb ik een weg aangelegd. En terwijl ik nog nooit armor eigenlijk heb gemaakt. Dat vind ik heel raar voor mezelf. Nou ja, voet niet. Zo. Ik maak een helm. En ik heb ook alweer heel veel koeien spul. Zo, die hier, iron, en pak ik even hier de helft van en gaan wij wachten. Ondertussen kan ik hier nog wat chisel van maken. Nee, nou ja, we gaan gewoon even wachten. Even kijken of er nog wat leuks te vinden is ofzo. We kunnen wel even wat hout hakken op zich. Hebben we hout nodig? Nee, eigenlijk niet. Knap hoor. Ik weet het nog wel eigenlijk van de 7e aflevering. Dat was eigenlijk de eerste voor dit. Nou ja, voor deze serie. Dit is alweer de 14e aflevering, als ik het goed heb. Of 13e? 13e of 14e? Dat maakt mij niks uit. Mushrooms, daar kunnen we nog gebruiken voor enchanting. Shit, hoe noem je dat? Potions, dat was het. Ik wil ook nog even zeggen dat ik misschien een dit is wat heel veel mensen noemen, maar een Harlem Shake. Omdat ik vind dat heel vet, die Harlem Shake. Ik heb er zelf ook aan meegedaan, de Harlem Shake in Leeuwarden. In de stad waar ik woon. Hoofdstad van Friesland. En dat was echt heel vet. Dus ja, dat vond ik gewoon echt heel mooi om aan mee te doen eigenlijk. Dus heb ik besloten dat ik ook wel een Harlem Shake ga doen. En dat is gewoon heel vet. En nu gaan we nog steeds even wachten. En kijken. Ik zit met chips te eten. Omdat het 9 uur is. To can do the Harlem Shake. Ja, maar nu ga ik niet de echte Harlem Shake doen hoor. Maar dat doe ik dan later wel. Weet je wat ook wel handig is? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om nog een deur te maken. Hier. Zo. En hier nog 2 te maken. Zo. Zodat ik... Wow, dat is wel handig. Dat zijn... Nou, dit is wel vet zo. Is lekker ook automatisch. Handig. Nou ja,
We gaan gewoon even wachten. Hij is klaar. Dus ik ga nu deze maken en dan ga ik de episode eindigen eigenlijk. Misschien was het niet echt een, nou ja, een leuke episode om naar te kijken. Dat maakt mij eigenlijk niks uit. Wat jullie ervan vinden. Nou ja, dat maakt mij ook eigenlijk wel uit. Maar ja, hier hou ik het dan voor vandaag. En dan, ja, hier hou ik het dan voor vandaag. Like, favorite, subscribe, doei.